Is hij ijdel? Is hij een bezeten gek? Wat drijft hem? Waarom al die moeite? Waarom altijd naar de riolen van het leven en in de afgrond kijken? Zijn naam is Peter R. de Vries en ik wil het vanavond allemaal van hem weten. Peter de Vries, er dreigt jou een zekere bijval ten deel te vallen. Dat is natuurlijk niet wat je gezocht hebt. Maar gelukkig is er nog de grote denker Frits Abrahams bij NRC Handelsblad, die jou ervan beticht een racist te zijn en een hetze te hebben gevoerd in zaken de kolomkwestie. Leg even uit waar het over ging. Nou, het ging erom dat in Friesland het meisje Marianne Vaatstra is vermoord. En haar stoffelijk overschot werd in de buurt van een asielzoekerscentrum gevonden. In de omgeving, in de plaats waar het meisje vandaan kwam, gingen dus stemmen op van zouden de mensen die daar wonen daar misschien iets mee te maken kunnen hebben. Ja. De politie en justitie hebben daar altijd een beetje omzichtig omheen gemanoeuvreerd, waardoor eigenlijk de stem toenam van ja, maar kijk nou eens even goed in dat asielzoekerscentrum. Het duurde 3 weken voordat ze daar gingen zoeken, geloof ik. Langer. En daar is volop over bericht door alle media. En volgens Frits Abrahams heb ik daarin voorop gelopen. En dan moet je dus weten dat in de periode dat dat gebeurde, ik helemaal geen uitzending had. Ik helemaal niet op de buis was. Meisjes vermoord op 31 april. En de allereerste keer dat ik er aandacht aan heb besteed is 30 augustus geweest. 5-6 maanden later. En toen was die hele rel al uitgebroken. Maar met ware meesterhand heb jij toen die samenzwering geleid, begrijp ik? Ja, vooropgelopen. Ja. Je hebt ook een foto laten zien, hè? Ik heb toen een foto laten zien van een man, een verdachte, die door justitie zelf wereldwijd op de opsporingslijst is gezet, internationaal gesignaleerd, op verdenking van de moord op Marianne Vaatstra. Ja. Dat heb ik niet bedacht, dat heeft justitie gedaan. Dat is een actie geweest. Dat was een Interpol-foto. Ja, ja, een foto die de politie zelf in de haar ter beschikking staande media heeft gepubliceerd. Maar jij liet die foto zien? Ik liet die foto zien. En wat was de reactie toen? Nou ja, toen was er op dat moment niet eens zoveel reactie op. Die man die werd internationaal gezocht, verdacht van die moord, gruwelijke moord. En iedereen had het eigenlijk wel zoiets van, nou ja, dat is toch wel begrijpelijk. Dat gebeurt in zoveel zaken dat er een foto wordt getoond of een identiteit van maar iemand. Met terugwerkende kracht. Met terugwerkende kracht is me dat door Abrahams verweten. Wat schreef je precies over je? Wat was het grootste bezwaar? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet eens precies, maar het grappige is... Weet je wel, want je hebt processen tegen hem gevoerd, je hebt hem aangeklaagd. Nou ja, hij zegt dus dat ik voorop gelopen heb. Ja. Terwijl ik gewoon zeg, nou dat is een gewoon lariekoek. Weet je wie er voorop gelopen heeft? De NRC. Namelijk? Die heeft 14 dagen na de moord, praten we over 14 mei, al een artikel gepubliceerd. In het dorp weet men wie het gedaan heeft. En toen kwam dus een heel verhaal over de geruchten in het dorp. Ja, ja, ja. En dan denk ik van, ja, wie heeft er nou voorop gelopen? Ja, nou, de kwaliteitscourant misschien. Toch heeft het repercussies in die zin dat je hebt je min of meer onsterfelijk gemaakt door je pitbullachtige optreden in de Puttense moordzaak. Mm-hmm. En dan komt de NRC met de revisie van de Hoge Raad. Toch niet in het minst ook te danken aan het drijven van Peter R. de Vries. En je naam wordt in het geheel niet genoemd, hè? Ja. Nou zit ik niet hier om jou to kiss ass de hele tijd, maar je hebt dat inderdaad gedaan. Hoe komt het dat in de kwaliteitsmedia als een soort paria behandeld wordt? Wat is dat toch? Is het jaloezie? Is het een soort dédain? Wat is het? Ja, ik weet het niet. Misschien heeft het ook wel mee te maken dat ik vaak de strijd aanga met ze en dat ik ze wijs op fouten en onzorgvuldigheden die ze aan de lopende band overigens maken. Want van misdaad hebben ze niet echt veel verstand. Ze hebben er toch Marcel Hanen zitten, dacht ik? Ja, onder andere. Maar dat vind je niet je meest vooraanstaande collega? Nou, die doet op zich goed werk. Hij doet zijn best. Ja. En, maar veelal andere journalisten hebben er weinig verstand van. En op het moment dat je ze dan wijst op fouten, nou, dat doe ik. Ja. Ja, en dan ben je vervelend, denk ik. Ja, het raar is natuurlijk ook wel dat jij procesjes voert tegen columnisten, hè, Peter? Ja. Nou, op het moment dat ze onwaarheden verkondigen, dan doe ik dat, ja. Ja, maar bij een columnist ligt dat toch anders dan bij een feitelijk verslag? Nou, ik vind dat ook een columnist zich gewoon aan de feiten moet houden. Kijk, een columnist mag zeggen, ik vind het programma van de Vries niks. Zal je mij nooit horen, want dat is een mening. Maar op het moment dat hij zijn mening probeert te onderbouwen met zogenaamde feiten die niet waar zijn, ja, dan gaat hij te ver. En dan zeg ik van dat klopt niet en je moet rectificeren. En als ze dat dan niet doen, nou, dan loop ik desnoods naar de rechter. Ja,
Niet altijd met het gewenste resultaat overigens. Hè? Nee, je mag in Nederland gelukkig heel ver gaan. En wat overigens wel grappig is, is dat de rechter tot twee keer toe, en ik heb twee keer een procedure gevoerd, tot twee keer toe ook heeft gezegd van ja, de Vries is een publiek figuur en die moet een extra stootje kunnen hebben. En dat vind ik dus een hele merkwaardige redenering. Ik vraag me af, waar staat ergens in de grondwet dat er twee soorten mensen in Nederland zijn? En, hè, degene die bekend zijn en niet bekend zijn. En de een heeft maar, zich maar meer te laten welgevallen dan de ander. Dat vind ik dus raar. Het ging over feiten ook weer, niet over meningen. Nee, feiten. Oké. Ja, dan is dat wel raar. Daar moet ik eens even over nadenken. Ik bedoel ook zeggen, hoge bomen vangen veel wind. En dat hoort erbij. Ja, maar ik vind feiten zijn voor iedereen waar of niet waar. En niet of je bekend bent of toevallig minister-president. Of een bekende popartiest, als er iets over je geschreven wordt, moet waar zijn. Die Puttense moordzaak, hè? Dat win je dan toch eigenlijk door het eindeloos maar doordrijven op televisie. Is dat nou het grote ego van Peter de Vries wat daarmee bevestigd wordt? Of praten we hier over een strijder tegen onrecht? Nou kijk, je moet goed begrijpen dat ik in de Puttense moordzaak natuurlijk jarenlang alleen heb gestaan. En dat ik gezien heb, gevonden heb, dat er iets niet klopte in die zaak. Je zegt erover, toen ik aan die zaak begon, wist ik dat het jaren zou gaan duren. Ja. En tegen de klippen, en maar door, en maar door. Met de kans dat je nooit succes zou hebben. Hoeveel van die zaken heb jij gehad in je carrière? Nou, een aantal, maar de Puttense moordzaak staat toch op zich. Ik heb daar 6 jaar lang aan gewerkt. Ik heb daar tientallen uitzendingen over gemaakt. Dat is eigenlijk nooit vertoond in Nederland. Mm-hmm. Er zijn ook natuurlijk zat momenten geweest dat mensen zeiden, weer die Puttense moordzaak, houden nou eens over op. En dat ik zei, ja, maar daar kan je niet over ophouden. Als je van mening bent dat die mensen onschuldig zijn, dan zou je natuurlijk een waardeloze misdaadverslaggever zijn als je dan zegt, nou jongens, volgende zaak. En gelukkig heb ik nu, na 6 jaar strijd, gelijk gekregen. En heeft de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in ons land, gezegd, nou inderdaad, er klopt geen bal van. En wat je dan weer ziet in die media, die zich dus jarenlang koest hebben gehouden, is dat je dan ineens commentaren leest, want ja, ze kunnen het niet meer negeren, die revisie natuurlijk, dat ze zeggen, ja, de mannen in de Puttense moordzaak zijn op lichtvaardige wijze veroordeeld, op basis van een dubieuze sleeptheorie. Ja. Dan, nou weten ze het ineens, dat het lichtvaardig was en dubieus. Terwijl ik jarenlang dat geroepen heb en toen niemand reageerde. Maar mijn niet wat pesterige vraag was, ging over jouw integriteit, Peter. Namelijk, is hier een soort Emile Zola bezig in de strijd tegen onrecht en dat soort dingen meer? Of is het gewoon jouw dikke pik als televisiemaker, ik win dat? Nee, want de afloop hiervan was buitengewoon onzeker. Ja. En, ik denk dat ik hier een strijd gevoerd heb. Die heel erg tegen de stroom is ingegaan en waarbij het succes absoluut niet van tevoren vaststond. En wat was nou dat lichtje of dat knopje wat in je hoofd omging dat je dacht, ja, ik moet me daarmee bezighouden? Is dat een soort gut feeling? Is dat een soort instinct dat je denkt, dit stinkt aan alle kanten? Ja. Of hoe werkt dat? Nou, ik weet nog dat ik bij de rechtszitting aanwezig ben geweest van die zaak. Ja. En ik zat daarbij en toen bekroop mij inderdaad echt een gevoel van, jongens, hier klopt iets helemaal niet. Ik kreeg er kromme tenen van, zeg maar, dat gevoel van er worden hier dingen gezegd en beweerd, dat kan helemaal niet. Dat was al die sleeptheorie, was dat? Dat was die sleeptheorie. Leg even heel kort uit, beknopt. In 30 seconden, wat was dat? Heel snel dan, dat meisje Christel Ambrosius is doodgevonden in de woning van haar oma. Op haar lichaam lag een verse spermadruppel. Zijn vervolgens 2 mannen gearresteerd. Politie zegt dat is de dader. Nou, komt een DNA-test aan te pas. Ja. En blijkt dat die verse spermadruppel niet van die 2 mannen was. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel raar als je een lijk vindt en je gaat ervan uit dat een lustmoord is, meisje is verkracht, dat dan het sperma niet van de daders is. Nou, vervolgens heeft justitie de sleeptheorie ontwikkeld en gezegd dat sperma wat daar is gevonden, dat is afkomstig van een eerder seksueel vrijwillig contact van dat meisje. Ja. En dat is door de daders van de moord, van de verkrachting, die haar wel hebben verkracht, maar zelf niet zijn klaargekomen, naar buiten gesleept en op haar lichaam is dat gedrupt. Ze hebben haar laten leeglekken, zeg, als het ware. Ja. Dat was de theorie van justitie. Dat was de theorie. En daarvan had ik echt zoiets van, ja jongens, hier geloof ik geen bal van. Nou, ga ik niet meteen zeggen dat die rechters corrupt zijn, maar waarom geloven die zo'n merkwaardige theorie? Die hebben toch
Omdat dat door politie en justitie werd aangereikt als een geloofwaardig verhaal. Compleet met een deskundige erbij die zei, ja, dat zou wel kunnen. Die later zei dat hij verkeerd begrepen was, geloof ik. Ja, hè? Ja. Hoe integer is die deskundige? Nou, die is wel integer, maar die heeft zich niet genoeg in de zaak verdiept. Die heeft maar wat gezegd. Die, ja, die heeft natuurlijk wel met de levens van mensen gespeeld. Waarom doet politie dat? Die mannen gaan voor jaren ten onrechte achter tralies. Ze hebben de zaak rond en dat moet het dan wezen? Nou, dat is een combinatie van onkunde en scoringsdrift. Een zaak willen oplossen, succes willen boeken en je niet meer bekommeren om... Ja, de feiten die het tegendeel bepleiten eigenlijk. En dan komt Peter de Vries langs en dan worden ze nog veel agressiever waarschijnlijk om hun theorie vol te houden. Natuurlijk, ze hebben mij gehaat. Hoeveel mensen zitten ten onrechte vast omdat jij je met een zaak bemoeid hebt? Heb je daar wel eens over nagedacht? Nou, dat is niet zo. Probeer dat maar eens aan te tonen. Ik kan dat niet aantonen, ik vraag het aan je. Maar goed, dan win je dat uiteindelijk van die politie. Het moet je steeds gehater maken, ook in die kringen, toch? Nou, bij die kringen wel, maar er zijn natuurlijk ook heel veel politie... en justitiemensen die strijd gevolgd hebben... die kennis genomen hebben van de nieuwe feiten die ik heb aangedragen. En die jou steunden. En die zeiden van ga door. Oud-commissaris Blauw, meen ik, een aantal mensen. Om maar eentje te noemen, ja. Oké. Zo heb je ook in het criminele circuit... heb je de nodige ravage aangericht, als ik het zo mag zeggen. Nou, hou jij van je vrouw en kinderen. Waarom stel je die mensen toch bloot aan de woede en agressie... van zoveel die je moet vrezen als je ze in het donker tegenkomt? Ik druk het heel zorgvuldig aan. Ja, misschien moeten ze mij wel vrezen in het donker. Nee, je krijgt dreigbrieven. Misschien heb jij wel een geheim dubbelleven. Dat je hele andere dingen. Dat willen wij allemaal niet weten, Peter. Je bent onze held. Nu ga ik even gapen, maar toch. Oh. Voor zover een held is. In dit geval ben je een held. Ik wil toch weten. Er komen dreigbrieven bij je binnen. Je zegt, die laat ik aan mijn vrouw lezen op een stil moment. Als het juiste moment is. Ik weet niet wat dan het juiste moment is. Om zo'n dreigbrief onder ogen te krijgen. Maar goed, dat is jullie privézaak. Maar je stelt ze wel bloot, hè? Is jouw ambitie groter dan je liefde voor je gezin? Nee, helemaal niet. Maar je staat ergens voor of je staat er niet voor. En, ik heb nu het zweet in mijn handen. Waar sta jij voor? Nou, voor een gevoel van rechtvaardigheid. En op het moment dat ik het gevoel heb dat er iets niet klopt... en andere mensen de deksel op de put proberen te houden... ja, dan roept dat iets in mij op van, nou, van mijn leven niet. En dan ga ik door. Dat is in feite ook de fout die ze in de Puttense moordzaak hebben gemaakt. Ze hebben me zo tegengewerkt, zonder te beseffen dat me dat eigenlijk alleen maar energie gaf om door te gaan. Hoe werkte ze je tegen? Geef eens een voorbeeld. Ik heb natuurlijk heel vaak om informatie gevraagd, brieven gestuurd naar het college van procureurs-generaal. Ze gewezen op dingen. Nou, dan krijg je of geen antwoord, of pas na een half jaar. Of je krijgt antwoord op vragen die je niet gesteld hebt. Weet je wel, en nou, dan moet je weer een brief sturen. Ja, u gaat niet in op wat ik zeg. Ja. En, nou, dat vertraagt. En dan krijg je een dooddoener terug. Dat ze zegt, nou ja, alles wat u tot nu toe heeft aangevoerd... werpt geen ander licht op de zaak. Met andere woorden, Peter de Vries, stop ermee. Ja. En dan ga je natuurlijk door. Een soort ontmoedigingsbeleid. Ik wil toch weten wat jou zo agressief en fanatiek in dit opzicht doet zijn. Ik ga niet preluderen op de toekomst en ik ga ook niet zeggen van wat is er in het verleden gebeurd. Maar je kan je in theorie voorstellen dat je bepaalde mensen zo lastig valt met je uitzendingen. Dat je gezin daardoor gevaar loopt. Waarvoor ben je daar zo cool over? Nou, omdat mijn gezin tot nu toe helemaal niks te duchten heeft gehad. En ik denk ook dat als er iemand wat wil, dan zoekt hij mij op. Niet mijn gezin. Oh, misschien is het ook niet zo prettig voor je gezin als Peter opeens van de aardbodem verdwijnt. Nee, maar goed, dan lopen er wel meer mensen in de maatschappij gevaar. Dan is iedere agent en iedereen die achter een loket of in een taxi zit, loopt ook gevaar. Je zegt in interviews overigens, heb je een keer een anekdote aangehaald... waarin dan het volgende wordt beweerd, dat iemand uit het criminele circuit jou vertelde... van, oh, ik hoorde die en die over jou praten, Peter, pas toch op. Ik kreeg er rillingen van over mijn rug. Ja. Wat gaat er dan door jou heen? Denk je dan, dit is mijn eenzame strijd, ik ben Don Quixote, ik moet voorwaarts, of neem je een maatregel? Nee, ik neem eigenlijk geen maatregel. Ik ben gewoon wel alert van mezelf. Ik bedoel, ik observeer wel goed. Het is niet zo dat ik als een halve zombie over straat loop. Ik ben wel alert. Dat je tegen je vrouw zegt, hey, die was eergisteren ook die man. Dat soort dingen heb ik wel een is dat een alert of paranoïde? Hoe moet dat nee, doen? Daar heb ik een oog voor, heb ik altijd gehad. Dat is paranoïde? Een soort scherpzinnigheid die je in mijn vak nodig hebt. Oké. En daar kan ik zelf heel goed mee leven. Dus... Maar ik ben nooit zo. Ik ben nog nooit van mijn leven ondergedoken geweest. En soms lees ik wel berichten in de krant van allerlei andere verslaggevers. Ja, ze drie keer boe geroepen en dan zitten ze al twee weken ergens op een vakantiehuisje in de Veluwe. Noem ze een naam dan. Nou,
laat ik geen namen noemen. Maar, niet zo ziek toen, dat is een heel trashy programma dit hoor. Maar ik ben nog nooit van mijn leven ondergedoken geweest. Ik wil toch van je weten, van waar dat fanatisme. Ik heb een interview gelezen dat je als jongetje al gefascineerd was door de criminaliteit. Over een van de Heineken-ontvoerders zeg je dat als hij niet in de staatsliedenbuurt was opgevoed, maar bij jou in Amstelveen, dan was hij wellicht een captain of industry geworden. Wat is toch die rare mengeling van huiverende fascinatie en tegelijkertijd, ik ben de rechtvaardig, ik sta aan de goede kant van de wet. Waar komt dat vandaan? Nou, ik zou het eigenlijk niet weten. Het is gewoon zo gelopen in mijn carrière. Ik heb nooit geroepen, ik wil misdaadverslaggever worden. Ik wilde journalist worden. En ik was geïnteresseerd in misdaad. En gaandeweg ben ik dat ook steeds meer gaan doen. Andere mensen, collega's, hebben mij toen eigenlijk een beetje dat etiket opgeplakt. Van misdaadverslaggever. Belt iemand naar de krant met een verhaal over list en bedrog, moord. En dan werd er geroepen, verbindt u wel even door met onze misdaadverslaggever Peter de Vries. Zo is het gegaan eigenlijk. Maar en op een gegeven moment passeer je een point of no return. Het was vroeger een vak misdaadverslaggever wat gelijk stond met de rioolratten van de privé, zeg maar. Dus langzaam is het wat meer, is het wat hoger in aanzien geworden. Nou, ik denk dat zijn mijn woorden hoor, dus ik maak het even op weg. Gelukkig, ik zal het zelf niet zeggen. Nee. Maar het is wel waar wat ik zeg, toch? Het is opgewaardeerd geworden. Ja, natuurlijk. Misdaad is vandaag de dag een issue waar verkiezingen op worden gewonnen of verloren. Hè? De houding van politieke partijen naar de misdaad, misdaadpreventie, misdaadbestrijding, daar win je verkiezingen mee. Jij zegt ook in vele interviews, ik ben mornicus tegen de doodstraf, ik ben voor legalisering van softdrugs. Wat vind je van die rechtsstaat van Nederland? Is dat een wassen neus of heb je daar serieus nog geloof in? Ik mag het niet voorstellen, maar... Nou, ik heb er nog wel geloof in. Ik denk dat je... natuurlijk wel. Je moet het ook een beetje afzetten tegen... Als je in die wereld rondloopt, dan weet je toch... Nou, neem de put is een moordzak, dan weet je toch dat het één grote aanfluiting is. Ja, maar dat gaat ook heel veel goed. Ik ken natuurlijk ook heel veel onbekwame politiemensen die niet geschikt zijn voor een vak. Maar ik ken ook mensen, buitengewoon gedreven en vakkundig, die als een gek met hun werk bezig zijn. En dat komt ook voor. Wat dat betreft is de politie of justitie natuurlijk een afspiegeling van de maatschappij. In ieder genre, in ieder vak heb je slechte en goede mensen. Heb je niet het gevoel dat straffen te laag zijn in Nederland? Nee. Ik heb het niet over de doodstraf. Ik vind dat daar in zijn algemeenheid te makkelijk over wordt gedacht. Leg dat nou samen uit. Nou, ik denk dat als iemand een straf krijgt, noem maar 12 jaar. Ja. Nou, dat is een enorme straf. Die heeft ook echt impact op mensen, heeft gevolgen voor mensen. Ik heb ook nog nooit iemand de gevangenis uit zien komen die bijvoorbeeld 8 jaar heeft gezeten. Ja. Die dat zonder kleerscheuren heeft kunnen doen. Maar dat is een idealistisch standpunt uit de jaren 70. Want als bij mij om de hoek een fietsenmaker vermoord wordt en de psychiater zegt bij de rechter, als de meneer over 6 jaar vrijkomt, doet hij weer een moord, dan is dat ook zo, denk ik. Nou kijk, iemand die gevaarlijk is, die moet je niet loslaten. Ja, nou, precies, maar dat gebeurt toch de hele tijd? Nou, er zit een verschil tussen of iemand een straf krijgt opgelegd of een straf en een maatregel als TBS. Voor mijn gevoel komen moordenaars regelmatig vrij die niet vrij zouden moeten komen, want de kans van herhaling is bij het proces naar voren gebracht. Wat is jouw oordeel daarover? Is dat demagogische overdrijving van mij of heb ik daar gelijk in? Ik heb het over de situatie in Nederland, hè? Nou, ik vind als iemand nog een gevaar is, dat die absoluut niet losgelaten moet worden. Daar kunnen we heel helder over zijn. Dat is heel mooi gezegd, maar je weet toch dat gebeurt? Ja, nou, het gebeurt misschien wel, maar ik weet ook dat er een groot aantal mensen in Nederland al meer dan 20, 25 jaar vastzit. Die mensen hebben we ook. En dat is, de meeste mensen denken dat als je in Nederland een moord pleegt, dat je zo op straat staat. Maar dat is toch echt niet zo. En je zegt, straffen zullen mensen nooit beter maken, maar is dat eigenlijk wel de bedoeling van straffen? Is er ook niet een soort rechtvaardiging in dat iemand die wat overkomen is een wraak krijgt? Nou, in principe is het uitgangspunt van de straf de resocialisatie. Dat is in de wet opgenomen. Is het ook zoiets als vergelding? Dat mag toch ook? Gevoel van rechtvaardigheid bij de burgers? Ja. Vind je niet dat heel erg in de steek wordt gelaten in Nederland? Nou, ik denk dat als je de afgelopen jaren kijkt, dat er hoog gestraft wordt. Het aantal mensen dat tot levenslang is veroordeeld, wat overigens echt levenslang is in Nederland, wat heel veel mensen ook niet weten. Dat is niet de 25 jaar na 15 jaar vrij. Nee, is echt levenslang. Nou, dat is enorm toegenomen. Het aantal mensen wat tot 18 of 20 jaar wordt veroordeeld, dat is niet meer te tellen gewoon. Mm-hmm.
Dus dat is aanzienlijk toegenomen. Ja. En dat logen straft het hele verhaal. Waar komt dan die onveiligheid vandaan bij zoveel mensen? Dan praat ik niet over de koppen in de Telegraaf. Ik praat over een breed gedragen gevoel. Ja, omdat heel veel mensen begrijpelijkerwijs vaak toch niet snappen waar het om gaat. Dat er een verschil is tussen doodslag en moord bijvoorbeeld. Mm-hmm. En voor de gemiddelde burger is iedere zaak waarbij iemand het leven laat een moord. Maar daar zit heel veel verschil in. Eigenlijk ben je behoorlijk liberaal in dit opzicht. Nou, realistisch. Tegen de doodstraf. Waarom ben je tegen de doodstraf? Ik vind dat niemand, maar dan ook niemand, het recht heeft om een ander te doden. En al helemaal niet een overheidsinstantie om te beslissen van, we draaien nu de knop om en jij gaat dood. Ik ga nou eens een demagogische wedervraag stellen. Geldt dat ook voor oorlogsmisdadigers? Nee, maar dat is op een apart juristerrein. Nou, natuurlijk. Dat geldt ook voor oorlogsmisdadigers. Ik vind, je bent tegen de doodstraf of niet. En daar zijn geen categorieën in te bedenken. Dus jij vindt in wezen ook wat er na de oorlog gebeurt is onjuist. Dat de mensen zijn geëxecuteerd. Ja, vind ik onjuist, ja. En dat doe je met een beroep op. Een overheidsinstantie mag dat niet bepalen. Of een onafhankelijke rechter mag dat niet bepalen. Niemand. Want dat onderscheidt ons van de totale barbarij. Dat we een rechtsstaat hebben. Maar is Amerika dan minder rechtsstaat dan Nederland? Waar de dood zoveel bestaat? Ja, vind ik wel. Ik vind helemaal als ik lees dat men ook toch eigenlijk regelmatig mensen die nog minderjarig waren toen ze een misdrijf pleegden, executeren. Mm-hmm. Mensen die geestelijk niet volwaardig zijn en een misdrijf hebben gepleegd op de stoel zetten. Ja, dat vind ik ongelooflijk. En dat is dan een bevriende natie. Mm-hmm. Maar in feite zijn dat, ik kan het niet anders noemen als Saddam Hussein praktijken. Is dit niet een lichtelijke demagogische overdrijving? Nee, vind ik niet. Ik dacht dat Saddam Hussein met gassen tienduizenden mensen over de kling doet. Oh ja, goed. Wat anders misschien. Nou. Nee, niet? Nee, in principe niet. In principe vind je dat hetzelfde? Nee, ik vind niet hetzelfde op welke schaal hij het doet. Okay. Maar het uitgangspunt zit niet ver van elkaar af. Mm. Mm. Wat is nou het griezeligste wat jou is overkomen in al die jaren misdaad uiteenrafelen? En wat bedoel je met griezelig? Iets wat eng is of zo? Ja, dat je je bedreigd voelde of dat er iets aan de hand was. Ja, ik vind dat ik dat nu aan je verdiend heb. Een eerlijke, oprechte anekdote die nog niemand gehoord heeft. Nou, het is weinig geheim, denk ik. Het meest griezelige wat ik heb meegemaakt is dat ik in 1982, dan gaan we dus alweer bijna 20 jaar terug, toen ben ik een keer ontvoerd geweest. Ja. En toen is er een moment geweest dat ik dacht van nou, had ik een loop van een geweer achter mijn oor. Ik was geboeid. En toen dacht ik wel van nou, als die nu de trekker overhaalt, dan is het afgelopen. Dat was het griezeligste moment wat ik heb meegemaakt. En zie je dan ook je hele leven aan je voorbij trekken, wat je altijd in de boeken leest? Nee, dat had ik niet. Dat had je niet? Nee. Als jij met de ontvoerders van Heineken in de weer bent, je haalt meneer Meijer, weet je, op te zoeken in Paraguay, het moet toch zo zijn dat je op een gegeven moment ook een zekere sympathie voor ze krijgt. Anders kan je toch niet zo met ze optrekken en zoveel van ze begrijpen. Nou ja, maar het is natuurlijk ook helemaal niet verboden om voor iemand die een misdaad heeft gepleegd een bepaalde vorm van sympathie te voelen. Ja, maar wat niemand ik wil horen is waarom jij je vereenzelvigt op zulke momenten. Ja, vereenzelvigt? Hoe kom je daar nou bij? Nou, ik vereenzelvig me met helemaal niemand. Ja, maar wat goed, je vereenzelvigt je alleen met Peter R. de Vries. Wie is dan Peter R. de Vries dat hij zo gegrepen is door de ontvoerders van Heineken dat hij daar een deel van zijn leven aan wil opofferen om hen achterna te gaan? Nou, mensen zoals jij die er bloednieuwsgierig naar zijn een beetje te informeren. Ik zit in de entertainmentindustrie natuurlijk. Ja, maar je wilt het wel allemaal weten. Ja, dat vinden die kijkers leuk, toch? Ja, je doet het allemaal voor de kijkers. Het is allemaal voor de kijkers. Ja. Als ik geen hypotheek had, dan was er niks aan de hand. Dat begrijp je wel. Nee, even serieus. Er moet toch iets in jou zijn wat denkt, als klein jongetje had ik misschien ook wel misdadiger kunnen worden en de grens is zo dun tussen mij en hen, of niet? Nou, ik sta wel op het standpunt dat in ieder mens een misdadiger schuilt. Alleen zijn soms de omstandigheden er niet naar om dat daadwerkelijk te worden. Ja. Maar er is niemand in mijn ogen die kan zeggen, ik zal nooit een misdrijf plegen. Maar jouw persoonlijke fascinatie? Nou, ik vind het, als misdaadverslaggever zeg ik wel eens, sta je aan de rand van de afgrond van het leven. En dat. Ja. Dat is interessant. Dat is spannend. Wat is er spannend aan? Nou, je staat aan de afgrond van het leven en je kijkt naar beneden. En dat is diep en donker. En je wil weten wat daar is. En je kijkt diep en donker in de afgrond van het leven via anderen? Ja. Je hoeft in je eigen afgrond dus niet te kijken?
Nee, dat doen anderen alweer. Dat doen anderen wel weer voor je, ja, precies. Je hebt een heel mooi boek geschreven, een moord kost meer levens. Ja. Dat gaat over de zoon van de Donald Duck-moordenaar. De Donald Duck-moordenaar was een meneer die de Donald Duck colporteerde en die viel voor kleine jongetjes, er een paar vermoord heeft. Ook een meisje, geloof ik, hè. En die jongen die daarmee geconfronteerd wordt, die daar niets aan kan doen, die zie je ook helemaal misgaan. En dat bewijst de stelling van je boek. Je zegt erover, ik was als misdaadverslaggever geen knip voor mijn neus waard geweest als ik niet de moeite had genomen om dat goed uiteen te zetten. Waarom? Waarom trof je dat zo? Is dat je opvoedkundige taak, je domineekant, of hoe moet ik dat zien? Nou, ik ben bepaald geen dominee. Maar ja, ik vind dat als je misdaadverslaggever bent, dan moet je soms een groter verband zien, een bepaalde lijn ergens in, een criminologisch interessant gegeven. En ik denk dat dit boek, Een moord kost meer levens, criminologisch gezien een uniek boek is. Want? Het laat zien gedurende een periode van wel 60 jaar wat er in een aantal mensenlevens gebeurt nadat er één keer iets helemaal mis is gegaan. En hoe dat keer op keer doorwerkt, hoe dat gevolgen heeft, hoe dat tot een kettingreactie van gebeurtenissen leidt. Nou, dat is nooit eerder op zo'n manier beschreven. Maar daarom zeg ik ook, het is je domineeskant, dat het lijkt wel predestinatie, weet je. Want wij zijn alle gedoemd tot het slechtste en het gaat van generatie op generatie over. Het was ook een lekker barend onderwerp voor je natuurlijk in dat opzicht, want het bewees je stelling heel erg. Je kon van drie generaties gebruik maken, geloof ik. Ja. Nou, dan komt het niet altijd zo voor natuurlijk, hè? Nee. Ben je in de loop der jaren steeds sterker gaan denken dat juist de omstandigheid waarin mensen omgroeien bepaalt of ze misdadiger geworden of niet, of is dat minder geworden? Geloof je ook dat er zoiets als eigen verantwoordelijkheid of een geweten? Nou, natuurlijk is er eigen verantwoordelijkheid, maar ik denk toch wel dat het heel bepalend is waar je wieg heeft gestaan en hoe je bent opgevoed. Dus jij stelt je eigenlijk altijd voor dat als jij in de staat van de buurt was opgegroeid, dan was jij misschien wel die ontvoerder van Heineken geworden? Ja, zou gekund hebben, ja. Is dat misschien de sympathie die je ook voor die heren hebt? Nee, maar ik heb ze wel goed leren kennen en dan met name Cor van Hout. Hè? Ja. En naast wat die man allemaal fout heeft gedaan, heb ik ook bepaalde dingen bij hem gezien waardoor ik gefrappeerd ben. Dat ik denk van ja, je bent toch wel een heel uniek persoon. En ik ben dan ook nog wel zo dat ik durf te zeggen van hij heeft nu in dit leven iets gedaan wat iedereen afkeurt en wat fout is. Maar hij heeft dat gedaan met kwaliteiten, met lef en met durf en ingenieus. En dat zijn eigenschappen die hij misschien bijvoorbeeld in de oorlog wel had aangewend om een verzetstrijder te zijn. En nou jouw volgende leven. Ja? Zie jij je volgende leven als misdadiger terugkomen? Nou, misschien ben ik het in een vorig leven al geweest. Nou, of je geheime leven waar we niks van af weten. Maar goed, je staat nu zo lang in de keuken, je hebt zo vaak meegekeken. Ja, nee. Nooit de verleiding gehad? Nee, het is een luxe. Het is heerlijk om eerlijk te zijn. Dat moet je me uitleggen, want het is heerlijk om eerlijk te zijn. Je maakt er mensen kapot mee met het eerlijk zijn. Je ruïneert carrières. Hoezo is het heerlijk om eerlijk te zijn? Nou, dan heb je in principe, vind ik, weinig te vrezen. Voor de hemelse rechter bedoel je? Nou, voor niemand. Omdat je eerlijk bent? Ja. Dus eerlijk tegen de klippen op? Nou, misschien wat je tegen de klippen opnoemt, maar op het moment dat je niet hoeft te liegen, niks hoeft te verbergen, niks hoeft te verdraaien, dan leef je in principe vrij rustig. Heb je vroeger zoveel moeten liegen en verdraaien dan dat dit zo'n opluchting voor je is? Nee, dat niet. Maar ik zie wel om me heen hoeveel inspanning, wroeging en moeite dat andere mensen kost. Om de boel aan elkaar te liegen en alles maar in goed vaarwater te krijgen. Wat is dat nou toch een rechtschapen brave opvatting? Het leven is toch één grote leugen? Ah. Peter. Nou, dan is het toch een luxe als je daar niet zozeer aan mee hoeft te doen. Dan ga ik je toch even testen hoor. Ben je wel eens een andere vrouw dan je vrouw tegengekomen die je verleidde? Zij jou, waar je ontvankelijk voor was? Nou, ik vind dit wel heel erg privé worden. Nou ja, misschien is dat ook wel een antwoord. Maar ik denk, ja, als je altijd eerlijk bent, dan kan je daar ook antwoord op geven, toch? Zeg dan gewoon nee, het is me nooit gebeurd. De vraag is tegen wie je eerlijk moet zijn. Okay. Of ik dat tegen jou moet doen of tegen mij mijn moet vrouw. Je altijd eerlijk zijn natuurlijk. Ja. Nee, maar goed. Het is toch een demagogisch geloofsartikel dat je eerlijk zou moeten zijn in dit leven. Iedereen liegt toch alles aan elkaar. Ja, niet alleen misdadigers, maar ook. Ik zeg ook niet dat ik nooit lieg of nooit gelogen heb. Maar vanwaar toch die opluchting om eerlijk door het leven te kunnen? Nou, dat is prettig, maar vind ik. Viel het je zo zwaar, dat liegen vroeger dan? Nou ja, viel het me zo zwaar. Wat is dan de grote leugen van jouw leven? Vertel dat dan. Dan begrijp ik waarom je daar zo aan hangt.
Nou, ik hang er niet aan, dat maak jij ervan. Ik help je op weg. Natuurlijk is dat zo. Ja. Dan moet er een soort karakterstructuur door waar die gedrevenheid uit voortkomt. Want dat is waar ik geïnteresseerd in ben. Door roeien en ruiten. Ja. Een groot ego natuurlijk. En dat hoort ook denk ik als je een topverslaggever bent, maar afgezien daarvan. Ja, ik zou het je niet echt kunnen vertellen. Het is iets wat in je zit, of niet. En ik denk dat het eigenlijk van jongs af aan in me zat. Ik ben vaak in situaties, ook toen ik nog scholier was, tiener was, te eerlijk geweest. Noem eens een voorbeeld. Doe even die vinger weg, want we gaan gewoon door. Nou ja, dat je zegt waar dingen op staan. Ook al levert je dat soms alleen maar moeilijkheden op. Op school of wat voor situaties dan ook. Ja, waar komt die rechtschapenheid vandaan? Dan ben je zo opgevoed. Nou, misschien wel. Heb je veel mensen verloren door die eerlijkheid van je? Verloren. Minder sympathiek contact misschien? Ja, dat weet ik niet. Ik ben geen allemansvriend, maar dat was je al opgevallen waarschijnlijk. Nee, je bent natuurlijk een loner en een eindomganger of hoe je dat verder noemen wil. Maar dat interesseert me ook niet zo. En dat is misschien wel het punt waar dat vaak om draait. Ja, toch heb je altijd een enorme schreeuw om erkenning gehad. Want je zegt dan ook in interviews dat je bij fora komt op universiteit, dat je tegenwoordig met respect ontvangen wordt. Mm. Waar je vroeger nog een soort uitgestoten was. Nou, dat zeg ik niet. Dat schrijft. Dat wordt geschreven. Goed, maar dat is dan toch met jouw goedkeuring zo verschenen, of niet? Nou, men vraagt niet mijn goedkeuring, hoor. Ja, maar goed. Dat klopt of dat klopt niet? Ja. Dat moet toch een enorme voldoening voor je zijn? Ja, tuurlijk. Dat is toch waar je voor je gevocht hebt al die jaren? Ja, natuurlijk. Maar dat is toch je persoonlijke ambitie geweest, dat je gerespecteerd zou gaan worden? Nou, persoonlijke ambitie. Ik probeer mijn werk goed te doen en met heel veel inzet. En ik kan er slecht tegen als mensen die inzet bagatelliseren of zeggen dat het dat slecht werk is. Ja, dat is het laatste wat ik zou doen. Niemand zegt toch ook meer dat jij slecht werk levert? Nou, dat wordt natuurlijk toch wel... Een paar jaloerse collega's, maar verder. Ja, goed, verder niet. Maar dat zijn de momenten waarop ik reageer. Maar waarom is het zo moeilijk voor je om toe te geven dat er ook een enorme ambitie persoonlijk in zit? Namelijk dat je respect wil voor wat je aan guts te berden hebt gegeven. Nou goed, laten we het dan heel simpel zeggen. Misschien heeft de NRC voor één keer gelijk gehad toen ze in de kop over een verhaal wat over mij ging schrijven. Peter de Vries wil de beste van allemaal zijn. Nou, dat is misschien wel waar. Dat ik in mijn vak, mijn genre, wat ik beoefen, met alle ziel en zaligheid, dat ik wel probeer daar de beste in te zijn. Zoals ik ook met sport, sport heel veel, altijd zal proberen te winnen. Een pingpongwedstrijd verliezen is niet leuk voor jou? Nou, een squashwedstrijd. Dat is niet leuk voor jou? Nou, ik zal tot laatste punt, Wat een ambitie, geweldig. Nou, een ambitie, dat is... Ik moet het helaas afronden. Nog even terug naar Frits Abrahams, hè. De persoonlijke woede en rancune waarmee die man over jou schrijft. Abrahams heeft zelf één keer als journalist een onderzoek verricht. Dat is naar de anonieme seksbrieven bij de redactie van Vrij Nederland. Iedereen wist dat die van Rinus Ferdinandus er waren, maar hij durfde dat niet aan de politie te melden. Zou het zo kunnen zijn dat Abrahams zo'n burger turf is en dat diep in zijn hart van zichzelf weet dat hij jaloers is op je? Nou... Heel gratis en voor niks geef ik je dit aan. Nou, ik zou het leuk vinden als je nu ja zei natuurlijk. Maar... Ik zal je dit zeggen. Ik heb een kort geding tegen die man gevoerd. Ja. Naar aanleiding van een column waarin jij van een hetze werd beticht. Ja. Die column daar. Toen kwam die daar met zijn vrouw bij dat kort geding. Mm-hmm. Die moest zijn hand vasthouden. En zelf zat hij met de vlekken in zijn nek, hyperventilerend, zijn verhaal te doen. Ja. En toen dacht ik eigenlijk, ach, laat ook maar weer zitten ook. Dus eigenlijk gun je hem het beste, want die hyperventilatie vind je heel erg voor hem. Nou, toen dacht ik van ja, waar vecht ik eigenlijk tegen? Niets is zo vernederd als mededogen van je vijand. Dankjewel Peter de Vries en meneer Abrahams, ik hoop dat u vanavond gekeken heeft. We gaan dit programma afsluiten met het volgende. En dat wil ik een paar weken gaan doen, gewoon voor de aardigheid, om een bijdrage te leveren aan de participerende democratie. Wat is uw favoriete kanker? Als u daarover praat wil met iemand die daar verstand van heeft, bel dan vanavond Paul Rozemuller, fractievoorzitter van GroenLinks, op 0343-515-648. 0343-515-648. Een geintje om afsluiten. Dankjewel, Gozer. En heel veel geluk met alles. Ja, dankjewel.